Of die dan, jongen. Fuck! Ja, lekker gedaan. Goed voor elkaar, zeg. Het is Tess. Wie is Tess? Ja, die tinnenmokkel. Wow, wacht. Sinds wanneer zit jij op Tinder? En trouwens, jij was toch juist Sam aan het fixen? Dus weet je hoe lang geleden dat is? Jongens, tijden vliegen voorbij, voor je het weet. Dus dat is toch onbereikbaar. En bovendien is het zesde hand, dus nee, dank je. Hier, moet je lezen. Hey lieverd, het was leuk hè? Ja. Oh. Jullie hebben dus iets gedaan. Nee. Oh. Wacht, laat me het even zoeken. Oh hier, sorry voor het vlekje op je broek gisteren. Vlekje op je broek? Nee, wacht. Dat was gewoon een spaghetti vlek van het restaurant, oké? Serieus. Hier, bla, cocktail. Oh hier. Hey Art, het was gezellig hè, in het restaurant. Zullen we misschien nog een keer afspreken? Ah, oh, cute. Nou, ik weet niet man. Waarom niet? Het lijkt erop dat ze je heel leuk vindt. Ik weet niet man, het gaat veel te snel. Weet je, je moet niet gelijk alles geven, gewoon rustig gaan. Hoe lang ken je haar dan al? 22 uur denk ik. Nog niet eens een dag? Nee, snap je? Serieus? Gek wijf. Maar, wow. Je kent het meisje nog geen dag. En je gaat nu al met haar op date. Ja, waarom niet? Ik bedoel, we waren gelijk een match, we waren in de buurt, dus... Wow. Een match? Ja, nou, als ik naar rechts swipe en zij swipe naar rechts, dan kunnen we samen chatten en zo. Je kent Tinder toch wel? Ja, tuurlijk. Ja, tuurlijk. Mila. Oké, ik heb er ooit over gelezen op het internet. Dus je hebt geen Tinder profiel? Nee. Maar ik vind Tinder ook echt belachelijk. Hoezo dat? Je gaat toch geen meisje naar rechts en naar links kijken? Dat is gewoon onethisch. Gast, meisjes doen precies hetzelfde bij jongens hoor. Niet zo feministisch doe jij. Niets feministisch. Je gaat gewoon geen vleeskeuring doen op je mobiel. Oh, en gebeurt het op Instagram, Facebook en Twitter dan niet? Ja, maar dat zeg ik niet. Kijk, op Tinder, dat is echt gemaakt om meisjes te oordelen op hun uiterlijk. Ik zie gewoon niet wat er mis mee is hoor. Ja, ik wel. Wat dan? Nou, ja. Ja, kom. Gooi je argument. Ik vind het gewoon niet kunnen. Punt. Ah, een top argument. Nee, maar even serieus, gewoon zo. Hoe lang is het voor jou geleden? 5000 jaar? Twee vriendinnen? Ja, dus? Nou dan, ik durf te wedden dat het daar dan Sahara is geworden. Sahara? Jezus, doe normaal man. Jij bent gewoon een marteler voor je eigen lichaam houden. Ik durf te wedden dat je blauwe knikkers hebt. Blauwe knikkers? What the fuck? Doe, wat heb jij vandaag met die vage argumenten van je? Hey, just telling the truth, hè? Ja. Op met die lach. Serieus, stop met die grijns. Je moet een Tinder-profiel maken. Oh, nee, echt niet. Ach, kom op, het is vast hilarisch. Ik ga me net nooit verlagen naar zoiets. Doe dan voor mij. Over mijn lijk. Serieus? Waarom is die deur überhaupt op slot? Je wilde sowieso dat we daar Tinder-kastje laten maken? Misschien wel, misschien niet. Serieus, oh fuck jongen, hier, kom op met die sleutels, tyfus kind. Kom, weet je wat, ik ga je helpen met je profiel. Oh, oh. Is je mobiel? Bam. Ja, dankjewel. Ik koppel even je Tinder aan je Facebook. Wat? Waarom? Chillax jongen, niemand zal er wat van merken. En waarom zit ik eigenlijk op deze bank? Oh, ik ga zo een foto van je maken man. Waarom? Waarom wil je een foto maken? Je kan toch gewoon een profielfoto van Facebook gebruiken ofzo? Gast, heb je die foto wel eens gezien? Kijk, hier lijkt het een beugelbekkie. Kom, nog even een foto maken. Hand weg. Beetje leuk lachen. Echt lachen. Ja, echt lachen. Kijk eens aan. Hier, moet je kijken. Oh, wat een lelijke foto.